Bij PKC naar den dunne op de bank. Niet in een trainingspak, maar in haar normale kleren. Zij zal de rest van het seizoen niet meer in actie komen. Laurens Leeuwenhoek naast haar op de bank. Hij raakte geblesseerd bij het EK in Portugal. En is niet fit genoeg om in de basis te starten. En zij natuurlijk wel. Mehdi Timms, 38 jaar. En dit wordt dan toch echt haar laatste seizoen bij PKC. En dit is het nieuwe gezicht bij top. Paul Anholtz, hij moet Daniel Harmsen doen, vergeten. En bij de dames ook een nieuw gezicht in de ploeg. Geen Nisha Verwij meer, maar Ilse Hazekamp. En dan is het korfbalseizoen in de Korfbal League 2014-2015 begonnen. Het eerste schot is van Nick Picard. En de eerste rebound van Suzanne Struik. Een herhaling dus van de zaalfinale van vorig seizoen. 5 april 2014 was die finale in Ahoy. En zoals jullie allemaal weten, top won destijds met 21-20. Het eerste doelpunt van dit Korfbal League seizoen is van Mehdi Timms. De grande dame uit het Nederlandse korfbal. En zo komt PKC al snel op voorsprong. Een voorsprong die wordt uitgebouwd door Danny den Dunne. Een goed begin dus voor de ploeg uit Papendrecht. En wat kan top daar tegenover stellen? Lopen wordt gezegd. Bij deze actie van Nick Snel. Scheidsrechter Luttik neemt het signaal over van zijn grensrechter. En zo kan PKC op zoek gaan naar de 3-0. Goede rebound bij Richard Kunst tegenover Nick Picard. Dat worden interessante duels. Kijk hier eens. Johannes Schot kan niet alleen rebounden, maar ook een goede doorloop maken. Paul Anholtz is daar geklopt. Uitstekende actie van die oudspeler van Detels. En hier het eerste doelpunt aan de kant van top uit Sassenheim. Natuurlijk Nick Snel van achter de korf, direct daarna. Een vrije bal, veel te kort. Paasje van Paul Anholtz is niet helemaal goed. Het is niet zoals hij het bedoeld had. Maar Nick Picard rondt het wel heel erg vrij af. En hier zien we het nog eens. Hier de paas van Anholtz komt niet helemaal lekker uit zijn handen. Maar zo knap hoe Nick Picard het afmaakt. En dit moet natuurlijk ook een beetje zijn seizoen worden. Het seizoen van Nick Picard. Kan die de rol van vakleider op zich nemen? Wordt natuurlijk gesteund door twee hele goede dames in dit vak. Celeste Split met de 3-3 en ook Jet Hendricks in dit vak bij top. En hier de eerste voorsprong. Voor top Rianne Echte. Met de 4-3 en even later 5-3. En zo een goede fase van de ploeg van Jan Niebeek. Met name de dames zijn zeer zuiver. 6-3. Twee keer Echte, één keer Split. Geen lopen. Nu niet. Dim den Dunne. Die bal draait eruit. Tot twee keer toe. Uitstekend reboundwerk hoor. Van Olaf van Wijngaarden. De jonge Olaf van Wijngaarden. Tegen de international Friso Bode. En zo kan PKC wederom doorgaan met aanvallen. Weer een goede rebound. Dim den Dunne kan zo vaak aanleggen. En kijk die. Van Wijngaarden is lekker rebounden. Maar Dim den Dunne heeft het lastig in de eerste helft. Hier weer een aanval en wederom het zoeken naar Danny den Dunne. Maar zijn vizier staat niet op scherp. De man die in de zaalfinale vorig jaar die beslissende goal van Daniel Harmsen om zijn oren kreeg. Hier dan doorbraakactie. Dit is kenmerkend voor hem. Maar Danny den Dunne, dan is het wel raak. En natuurlijk de aanmoedigingen van zijn vriend Laurens Leeuwenhoek. En naast hem zag je Rutger Sijstermans na een jaar afwezigheid ook weer in de ploeg. En het tweede aanvalsvak van de ploeg van Ben Krum loopt veel en veel beter. Richard Kunst met de 6-5. En niet lang daarna krijgt Kunst een vrije bal. Vindt dat hij gehinderd wordt, wil een strafworp. Johannes Schot neemt gewoon zijn tijd en maakt er 6-6 van. En zo is het een heerlijke wedstrijd die op en neer golft. Beide ploegen geven elkaar geen centimeter ruimte. Dan komt PKC een keertje voor, dan komt Top weer voor. Zo is het gewoon een fijne wedstrijd om naar te kijken. Een mooie openingswedstrijd in de Korfbal League. Tussen de twee grote favorieten voor de zaaltitel dit jaar. Wie kan erbij gaan komen? Misschien Koos van Dijk wel. Maar normaal gesproken zijn dit natuurlijk de twee grote kanshebbers op die finale dit jaar. Wederom in het Rotterdamse Sportpaleis in Ahoy. Hier Mehdi Timms. Van ver en al haar vierde doelpunt van de avond. Mehdi Timms nog zo belangrijk voor PKC. Zeker in haar rol als ervaren speelster in dat hele jonge vak met ploeggenoot invalster Mabel Havelaar, de vervanger van Nader den Dunne. En die zet Kunst. Kunst gaat gewoon vrolijk door wat hij al heel de eerste helft doet. Scoren. 11-12 is dan de stand.
En zo vlak voor rust is het 12-12 via Nick Snell. Klein sprongetje in de wedstrijd, de stand 15-14 in het voordeel van Top. Als de regerend zaalkampioen mag gaan bouwen aan een nieuwe aanval. Laurens Leeuwenhoek, hij loopt zich ondertussen warm. Daar Nick Picard, 16-14. Natuurlijk is hij er blij mee. Hij jeugt naar de fanatieke aanhang van Top. En zo is er eindelijk weer een ploeg die een verschil van 2 op de borden zet. Nick Snell tegenover Danny den Dunne is er knap langs. Knappe goal hoor, Nick Snell. Natuurlijk een van de beste spelers van Nederland. De Top gaat verder. Verschil nog altijd 2. 17-15 met Celeste Split. 18-15 en PKC vraagt een time-out aan. Maar veel helpt het niet in de eerste aanval daarna, want Top kan weer overnemen. Met wederom Celeste Split, goede aangeef van Nick Picard achter de korf. En dan is het 19-15, een gat van 4. En dan lijkt het erop dat Top toch echt de beste papieren heeft om die seizoensouverture te gaan winnen. Danny den Dunne, eindelijk Danny den Dunne weer met een goed afstandsschot. En kijk die ontlading bij den Dunne. En wat kan Top? Wat zet Top er tegenover? Al van schuin achter de korf. 22-18 en zo blijft het verschil 4 punten. Ben Krum grijpt dan in. Hij haalt Danny den Dunne naar de kant. En hij brengt Laurens Leeuwenhoek. Den Dunne, zeker aanvallend gezien, geen gelukkige wedstrijd. Miste vaak de rust. En dan is het logisch dat Laurens Leeuwenhoek komt. Hij begroet zijn vriend, zijn collega international Mick Snell. En hier is hij, Laurens Leeuwenhoek. Snel zegt, is het niet verdedigd, scheidsrechter? Laurens Leeuwenhoek denkt, nee, zeker niet. Zo is het een gouden invalbeurt. Zijn eerste balcontact gelijk raakt. Krijgt hij hier een vrije bal? Nee, krijgt hij niet. De rebound natuurlijk bij Olaf van Wijngaarden. Dan Mabel Havelaar, 22-20. En zo komt PKC weer terug in de wedstrijd, dankzij Laurens Leeuwenhoek. Natuurlijk lekker als je zo'n speler op de bank hebt. Zou woensdag tegen Blauw-Wit wel gewoon in de basis staan. Kijk hier eens, weer een doorloopbal van Johannes Schot. 22-21, direct daarna Richard Kunst. En zo is het een mum van tijd. Helemaal gelijk, 22-22. Richard Kunst, wordt hij dan toch de man van de wedstrijd of zet Top daar wat tegenover? De dames in het voorveld, Hendricks en Split. Split tegenover Struik. Het schot van de Haagse is niet goed. De rebound dan bij PKC in de ploeg uit Papendrecht. Kan dan sinds heel erg lang weer op voorsprong komen. Met Mehdi Timms aan de bal. Op Leeuwenhoek die echt wat meer rust in het spel van PKC krijgt. Goeie paas hoor. Hier van Mabel Havelaar op Mehdi Timms staat helemaal vrij. En daar de voorsprong voor PKC. 23-22. Alweer het zesde doelpunt van Mehdi Timms. Wat zet Top daar tegenover. De rebound daar bij Susanne Struik. Maar ze kunnen wederom op zoek gaan naar die gelijkmaker. Wie gaat het schot pakken? Kijk hoe goed Susanne Struik verdedigt tegenover Celeste Split. Timms. Op Havelaar. Naar Leeuwenhoek. Wordt het 24-22 voor PKC. Het schot van Leeuwenhoek is niet goed. De rebound bij Hazekamp. Top op zoek naar de gelijkmaker. Ze voelen ook als ze nu achterkomen, kan het een heel lastig karwei gaan worden. Want het moment is overduidelijk bij PKC. Een overtreding, ja. Aanvallende overtreding van Nick Picard tegenover Richard Kunst. Maar daarna toch weer een aanval voor Top. Met Hendricks tegenover Boonstoppel. Opnieuw Picard. En dan is het wel raak. 23-23. We gaan ons opmaken voor een zinderende slotfase. Johannes Schot op Richard Kunst. Alle ogen zijn gericht op Kunst. Die aanvallend zo goed is tegenover Nick Picard. Hier is hij, het 1-tegen-1 duel. De rebound bij Johannes Schot. Natuurlijk weer het zoeken naar Richard Kunst. Gaat er langs? Gaat er niet langs? Gaat er toch langs? Goede aangeef ook van Lara Boonstoppel, maar kijk eens. Dit is zo ongelooflijk knap afgemaakt in volle vaart met de linkerhand. Een schitterend doelpunt. Zeker als je kijkt naar het moment van de wedstrijd. 24-23.
Met nog maar 1,5 minuut te gaan. Aan de andere kant probeert snel hetzelfde. Het schot van Friso Bode heeft zoveel tijd. Gaat er niet in. En vorig seizoen waren dit toch vaak zekerheidjes. Maar ook Bode kan missen. Nog een keertje. Identieke situatie. Bode kan nog even naar Friesland bellen om te zeggen hoe laat hij thuis komt vanavond. Maar hij gaat er niet in aan de andere kant. Een vrije bal van Richard Kunst. Natuurlijk, ze spelen hem uit. Maar kijk, Boonstoppel in de fout. En zo krijgt Top toch nog een aanval. Hadden ze zelf niet meer op gerekend. Natuurlijk het zoeken naar Mick Snel tegenover Van Wijngaarden. Die bal moet omhoog, maar kan niet omhoog. Want Van Wijngaarden zit er gewoon uitstekend bij. En zo wint PKC de eerste wedstrijd in dit seizoen in de Korfbal League. In het Hol van de Leeuw notabene wordt het 24-23. In een wedstrijd die bol stond van de spanning. Beide ploegen hebben de absolute topvorm nog niet te pakken. Maar ze schoten het publiek wel een heerlijke wedstrijd voor. Geven jullie deze wedstrijd weg? Ja, natuurlijk. Als je 4 voor staat en je verliest uiteindelijk met 1, dan geef je weg. Vorig jaar hele seizoen ongeslagen, Ahoy finale gewonnen. Nu de eerste verlies hebben. Ja, en hoe kwam dat denk je vandaag? Ja, nou ja, je zit ook comfortabel in een situatie dat je de 4 voor staat. Dan komen hun terug op 3, waardoor wij gewoon druk voelen en slechte kansen nemen, lang niet scoren. En ook gewoon slechte kansen doorlaten. We laten van, wat is dat denk ik? De laatste 4 goals zaten er 3 dollarballen door. Dan denk ik bij mezelf, ja, waaronder ook de winnende trouwens. Dan denk ik bij ze, denk ik gewoon, dat zijn geen goede kansen. Ik vraag me af hoe die er terecht komen en hoe wij erop spelen. Maar dat is bijvoorbeeld al geniet, een goede uitgangspositie. Is dat concentratie? Ik denk gewoon de heat of the moment. Maar dat stukje ervaring met Nisha en Daniel van vorig jaar? Natuurlijk mis je dat wel. In deze situatie, en die twee zijn dan in deze helemaal op zo'n belangrijke momenten van belang. Alleen ik denk dat we met het team gewoon heel goed kunnen oppakken hoor. Dat is echt geen probleem. En zoals ik net al zei, we hebben er gewoon een goede kans gehad, alleen gemist. Jij komt erin en in één keer gaat PKC weer leven. Hoe kwam dat denk je? Nou, het vak waar ik in kwam voor Danny, die stonden goed te spelen. Alleen ze hadden gewoon even een goaltje nodig en iets meer rust. En dat moest ik brengen en dat gebeurde. En dan gaat het lopen. Je was nog niet fit genoeg om in de basis te starten? Nee, ik mis gewoon wat wedstrijdritme. Ik heb van de week goed getraind en... Ik moet nu gewoon stapje voor stapje kijken hoe het beter gaat en die wedstrijd ritme pakken.